ready? Yes. 1 minute. Let's do this. Here we go in 3, 2, 1. Go, 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 go! Put them away. Put them away. 75. Okay. How fast did I go? Red Bull had me gevraagd, ja, wat is nou iets wat je altijd al hebt willen doen? Je kan het zo gek niet bedenken en wij proberen dat te realiseren. Een recordpoging vestigen lijkt me super gaaf. Het gevoel dat je iets doet wat nog nooit iemand gedaan heeft, lijkt me echt vet. Hij heeft zijn sportieve ambitie gehaald, Olympisch kampioen. En nu nog één ding, snelste record. Alles stond in het teken van die Olympische Spelen en daar wilde ik niet steken in laten vallen. En ik denk dat als je ergens Erben bij betrekt, dan gaat hij er vol voor. So you've got plenty speed enough to stop. Die man zit vol enthousiasme en als hij ergens voor gaat, dan gaat hij er ook, dan gaat hij er 100% voor. Yeah, it's okay, you can go. You can go further. De vraag is natuurlijk, wat is de beperkende factor? Is het dan het pak? Is dat de schaats? Misschien kan hij het gewoon fysiek gewoon niet aan. Ze gaan het gewoon onderzoeken. We zijn vandaag bij Sport Convex, want daar gaan we namelijk een pak maken wat speciaal voor de recordpoging wordt ontwikkeld. Want hier wordt namelijk alle pakken van de Kelt gemaakt. Dus de mal is bekend, alleen nu gaan we het echt aanpassen naar hetgene wat hij zo meteen wil, die snelheidsrecord. Het Quest is een behoorlijke uitdaging. En niet zozeer wat we normaal mee bezig zijn, het snelste schaatspak en dat soort dingen. Maar meer hoe kunnen we Kelt zo hard mogelijk en zo veilig mogelijk laten schaatsen. Een hele dure impact foam heb ik gekocht. Dit spul heeft het voordeel, als je daar enorme krachten bij oefent, wordt het als het ware hard. En dus dan molt hij om je lichaam en dan wordt hij hard als het ware. Dan krijg je een soort shell. Ja. En daar heb ik dus speciaal voor de knie. Dit schaatspak heeft vooral op de plekken schouders, knieën, ellebogen en dat soort dingen hebben we een soort impact foam gebruikt. Wanneer hij dan hard op zijn ellebogen of op zijn knieën valt, dat hij in ieder geval nog een keer weer kan. Even kijken hoor. Dit is echt heel gemaakt. Ja. Goeiedag, hè. Dat is wel om jou te plagen of zo. Ja, maar. Gaat schaatsbeweging maken? Ik kan er wel mee bewegen. Voor mij voel je die polstring niet, hè? Nee, voel ik me niks. Nee. Ja, er zit echt geen enkele. Ik heb hier helemaal geen last van. Het pak is qua aerodynamica niet belangrijk, want dat gaan we weghalen. Dus het pak is alleen eigenlijk maar voor de veiligheid. En het is natuurlijk een snel pak. En dat is eigenlijk alleen maar omdat hij zich daar comfortabel is. Kjeldnuis is gewoon, als hij dit pak aantrekt, dan is hij klaar, ready to race. En dat gevoel moeten we hebben straks. Minstens een factor 3 naar beneden. Ja. Dat wil zeggen dat zijn luchtweerstand een factor 9 naar beneden gaat. En ja, dat hij in plaats van zijn normale topsnelheid misschien, hè, laten we zeggen 54 km per uur, 55, dat hij in principe 165 zou moeten kunnen schaatsen. Op voorwaarde dat er geen zijwind staat, hè, enzovoort enzovoort. Ja, de bedoeling is eigenlijk om inderdaad een windvanger achter de wagen te plaatsen die voor onderdruk zal zorgen. En de bedoeling is dat eigenlijk in die onderdrukbubbel die er eigenlijk achter je trechter komt te staan, daarin Kjeld gaat schaatsen. Hoe groot is de factor luchtweerstand? Wel, men zegt dat naarmate je boven iets zit van 40 km per uur, dat de luchtweerstand meer dan 90% is van de totale weerstand. En hoe meer wij van die luchtweerstand kunnen wegnemen, hoe sneller Kjeld eigenlijk met zijn capaciteiten kan gaan en hoe sterker dat tekort zal worden. Zo, kijk. Wat een monsterlijk ding is dit. Dat ziet er wel kick uit al. Ja, dat is onze wagen. Dat zal er iets anders uitzien dan die van jullie, denk ik. In de windcatch ook, maar het geeft in elk geval het idee weer. Hè, dus, ik denk, separate ding. Geert-Jan, kun je even in de trechter zelf? Maar je ziet ook hier dat dat eigenlijk een soort van, ja, zo benamd draaikolk kunnen doen. Ja. Iets minder wetenschappelijk gezegd, hij ziet dat ook lucht terugkomt. Ja. Dus netto gezien inderdaad gaat er ook wel uit. Dus netto heb je nog altijd een kracht in die richting. Ja. Dus als we de lucht weer echt alle lucht kunnen halen en die kar is gaat, dan hebben we een beetje goed ijs nodig. En dan gaan we echt hard.
We hebben heel wat overlegd met Niels Navera, dus de bouwer. Wat we daarna in computersimulatie samen hebben gezien, is dat het ook belangrijk is om zeker de onderzijde te laten aansluiten op het ijs via eigenlijk een soort van ja, semi-luchtdichte borstel. Omdat er anders heel veel lucht onder die trechter gaat doorschieten en dat gaat heel veel turbulentie geven en dat kan dat ook gevaarlijk zijn. Eens kijken, zijn ze nu bezig? Jeetje, een brede baan, joh. 15 keer 1800 meter rechtuit. Ja. Nee. En zelfs, je hebt best wel een ruimte van 3-4 meter waar je eigenlijk in kunt bewegen. Maar dat is op zich breed genoeg, zeg maar, om de slag te maken. Ja, maar ook voor en achter. Okay. Dus dat je bij een achter een auto moet je echt op een bepaalde vlak. Zeker. Heel vlak. En nu heb je echt gewoon een ruimte waar het gewoon echt een vaart is. Dat is zo gaaf. Ja, dat het niet meer uitmaakt dat je niet met je hoofd bij wijze van spreken in de kofferbak moet gaan rijden. Maar dat je echt wel de bewegingsvrijheid hebt. En ik heb ook een pak. Oké. Pak jij moet gewoon komen. Top, ga lekker verder. Dit is iets nieuws, namelijk jullie gaan proberen. Jij gaat proberen, Kjeld, maar Erben, jij doet mee. Ja. Het snelheidsrecord op schaatsen te vestigen. Ja. Dat gaat in Zweden gebeuren. Op een rechte baan van 1500 meter gaan we kijken hoe snel het kan gaan op de schaats. Leg ik het goed uit? Ja, hij legt het heel goed uit. Laat maar wat beeld zien, jongens. Dan zien we meteen waar we het over hebben. Dit is dat meer. Ja, dit is science. Ja, ik vind het een supermooi project om te kijken hoe hard Kjeld kan schaatsen. Er zijn natuurlijk heel veel factoren waar we van afhankelijk zijn. Maar de wind is toch een van de grootste factoren, denk ik. En die kunnen we hiermee weghalen. Ja, of we er twee doen, of eentje. Ja. Dus voor de stevigheid maakt het niet zoveel uit. Dus ik denk dat we gewoon één doen. Het scheelt weer staal. Oh ja. Ik ben Niels Naber, vanaf jongs aan al skateboarder. Dus altijd skateparken gebouwd en langzamerhand ook wat meer rare constructies gaan uitdenken vanuit ons bedrijf. Burnside in Deventer. Af en toe komt er iets raars en iets leuks op je pad. En dat is dus de Aero Shield geworden. Ja. Moet je eerst de plastic erin en dan het teetje er tegenaan lassen. Maar dat zou wel kunnen. Mm-hmm. Ja, dat is ook nog wel een idee. Ik ben heel praktisch ingesteld. Ik denk dat ding moet achter een auto kunnen rollen. Hij moet vervoerd kunnen worden, hij moet stevig genoeg zijn. Maar ja, de aerodynamica, daar weet ik niet zoveel van. Dus Bert Blok heeft me daar heel erg in geholpen. We hebben ook samen wat computersimulaties bekeken die hij heeft gemaakt. En uiteindelijk op deze vorm zijn we uitgekomen, want qua breedte en qua hoogte wisten we wel wat de maatvoering moest zijn, maar qua verdeling van de vlakken en hoe de wind daaromheen gaat, dat is eigenlijk een onbekende en dat heeft hij inzichtelijk weten te maken met zijn computersimulatie. Ruim, fijn. Het ziet er echt heel gaaf uit. Het is niet zomaar even een karretje bouwen, nee, het is echt over nagedacht, echt die aerodynamica. Als je die simulatie gezien hebt en dan kijkt wat er dan uitkomt en hoe die gasten allemaal met passie gewoon dit soort dingen bouwen, dat is fantastisch. Dit is echt nu net de eerste keer dat hij echt achter een auto hangt. Gisteravond waren we er nog aan het werk. We gaan eerst maar eens even gewoon een rondje rijden, kijken hoe die reageert en dan gaan we langzaam snelheid opvoeren. En dan hoop ik dat we vandaag 100 km per uur kunnen rijden met het ding erachter. En als Erben durft mag hij ook 100 km per uur erachter schaatsen. Maar... Straks kan Kjeld natuurlijk niet snel optrekken, dat gaat heel geleidelijk. En we hopen toch ook met deze auto dat hij door dat vloeiende overgang in de versnellingen, dat hij heel geleidelijk de snelheid kunnen opbouwen op het ijs. Dus nu, we gingen 0,60, dus nu gaan we even proberen 100, misschien nog iets harder te rijden. Kijken hoe die aanvoelt en dan weten we in ieder geval dat het dingen kan. En dan, ja, Bert zegt dat het 150 kan. Ja. Zullen we dat niet proberen? Dat ben ik Nee, misschien als we het moeten proberen, moeten we het wel hier proberen om een keer Wie weet. Kijken hoe het aanvoelt zo. Ja? Ja? Gaan we ervoor? Ja. Okay. 50. 55. 90. Geen slingering of zo, hè? Nee, niks. Helemaal niks. Hartstikke smooth. Rij 100. Nou, makkelijk. Dan gaan we maar even nog iets harder proberen, toch? Nee, hartstikke stabiel. 120. Maar dat wil hij bijna niet. Ah, dat wil hij ook niet? Nee. 120 is de max. 120 ligt hij hartstikke stabiel. Oh, dat is het einde alweer. We zijn aan het einde. Jezus, het is helemaal zo lang zo'n wagen, zo'n ding dus. Nou, dat hebben we gered. Makkelijk ook. Ja, daar zijn we blij mee. We weten nu dat die kar het gewoon doet. Dus dat hij het gewoon echt goed doet. Maar wat doet het erachter? En hoe ver kan ik er van voor en achter rijden? Voelt het ook een beetje veilig erachter? Oké. Okay. Iedereen klaar, jongens? Ja, iedereen is klaar. Nou. Oké, dan gaan we heel langzaam naar de 30. Heel rustig, heel rustig. Goed zo, kom maar. 20. Rustig, hè? Rustig naar 30 alweer. Nee. Ja, goed zo.
Ja, goed hoor. Dit is 30. We rijden 35, Herman. Oké, lekker. Heerlijk. En we rijden nu 40. Niet harder, niet harder. Harder. Harder? Ja. We gaan naar 45. Kom maar. Goed. Ik ben genoeg. Ik ga rustig afremmen nu hoor. Ja, ja, rem maar af. We hebben bijna de 50 aangetikt, hè? Ja, dat was tegen de 50. Kijk, het is gewoon echt geen wind. Gewoon geen wind. Mooi man. Echt, echt. Het gaat heel makkelijk. Voor je gevoel ga je gewoon niet hard. Maar wat alles wat onder je doorkomt, gaat wel hard. Ik vind het heel eng al dat je gewoon hier rijdt en dat je gewoon geen wind hebt. Dus ik dacht echt van 30 km per uur is al, weet je, het is nu niet hard 30 km per uur. Maar dat je al zo snel eigenlijk gewoon op 50 km per uur zit. 50 al, hè? Ja. Dus 10 km per uur harder is het snelste wat Kjeld ooit gedaan heeft op schaatsen. 50, hè? Ja, 50. Krap. Tegenaan. Ja, volgens mij kun je wel harder. Hij kan wel heel stabiel uit. Ik kom wel harder. Wat gaan we doen? Kjeld. Hey. Daar zijn we dan. Daar zijn we dan. Hallo. Hoe gaat het met je, jongen? Ja, lekker. Ja? Goed. Mooi. Ja, chill in bed. Mag niet. Ik heb vandaag al een paar testen voor je gedaan. En zag er echt onwijs cool uit. Echt. Heel gaaf. Ik heb echt gewoon, je hebt gewoon alle ruimte. IJzer, je gaat rijden op vlak. Ja. En ja, je weet natuurlijk niet wat zo'n ijzer doet of wat voor snelheid is. Nee. Ja, daar kunnen we ook nog mee spelen. Ja. Om gewoon nog even een paar kilometer per uur te winnen. Je moet het durven. Ja. Weet je, dus ik vind 50 vind ik al spannend, weet je. Maar ja. We zien. Cool, hè? En dan achter dat ding. Ja, hij is echt heel gaaf. Wel een beetje je best vandaag, hè? Tuurlijk. Oké, jongen. Hey. Hoi. Hoi. My name is Michaela Linkotrinski and I am a racing driver. Okay, are we good? Yeah, go. Okay. My biggest challenges at the moment is trying to get up to the highest speed possible because we have such a big airflow that is pulling the car backwards because I'm taking away the air for Kjeld. I think the snowboard is for sure the best here and take away the EC. This is fun. Go. 50. Okay, I'm gone. Als we te hard gaan, dan gaat het airshield trekt te veel aan een auto, waardoor de auto gewoon instabiel wordt en waardoor we gewoon geen snelheid kunnen genereren. I don't have the grip with the tires because that thing is holding me back so much. Dus meer gewicht erop, de auto moet nu gewoon echt gas kunnen geven. Weet je, op tot 80 willen we wel, maar we moeten harder dan 80. In the end, the best was actually to put a lot of weight in the car so we could get down and really have get the best traction. So that's what we are using and that is what worked out the best. 60. 60. 60. This is going to be fun. I'm the fastest skater ever. Kjeld. My man. Hoe is het? Heel goed. Oh, oh, be careful. It's very slippery. Hey, nice to meet you. All good? Yeah, I'm good. You? Yeah, I'm good. It is very slippery. You're the driver, right? I'm the driver. Okay. I'm the driver, so I'm gonna make sure. You have to stay in contact. That's good. Yeah. Maybe it's a good idea to go to the start track, and we walk back. We just take our time. You have to feel comfortable because when you go, you have to go really fast. Yeah. 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 Okay. Hey, Erwin, dat is ook mega diep, hè? Ja, ja, maar daar kom je niet in. Ja, deze, kijk, dit is een vervelende. Oh, als je hier je schaats inzet, jongen, dan breekt gewoon helemaal af. Maar daar moet je even goed rondlopen. Dit is fijn. Dit is fantastic. Dit is fijn. Kijk, deze heeft het wel dichtgemaakt. Zie je? Ja, top. Zie je? In het begin was het even schrikken. Echt wel behoorlijk scheuren. Maar dit is echt nu al, vanaf 20 meter al echt perfect. Dit is wel allemaal gewoon super netjes. Ik denk echt dat het voor natuurijs niet beter kan. Oh, ja, lekker. Holy shit. Een mooi ding.
Oké, okay, you feel ready? Ja. Ja. Yeah? Spanning wel. Ja. Waarom? Ja, gewoon. Ik vind het is gewoon. Ik heb dit nog nooit gedaan. Natuurijs. Toch best eng. Het voelt anders. Kijk, als ik normaal op een ijsbaan stap, is één spiegel en nu net hindernis en heel, heel, heel hard gaan. Maar we hebben er zin in. 5, 4, 3, 2, 1, go! Okay? Yes. Easy. Easy. 60. 60. It was from 65 and you said 60 again. Yeah. Maybe if you stayed 65 because you were accelerating, just stay 65, yeah. Then I'm good. 70. Yeah. Goed gedaan. Ja. Ja. Als ik hem even laat gaan. Dan ben je weg. Ja. Let's go. 50. 75. Go. Go. You, go. Yeah, yeah, but I can't go. You have to go out. Really good. Really good. Very good. 84. Very good. Very good. Very good. Fantastic. 84. Great. Yeah, man. Great job. Communication was good. Yeah, huh? Yeah. Good job, yeah. Yeah. Acceleration was also good. Yeah. Yeah, come in. Great. Really good. Maar je gebruikt veel zijwaarts. Ja, maar ik moet nog meer zijwaarts. Want hoe meer je naar voren gaat, yeah. Als ik me hier al neerzet, dan die schaatsen maakt zo'n snelle bocht. Yeah. Ze moeten nog vlakker. Nog vlakker, ja? Ja. Oh, dat is goed, man. Still on one piece. Kom hard voorbij, of niet? Ja, ja, je bleef er maar achter. Je bleef er maar achter. Dat is echt het is gewoon heel hard. En alles boven de 70. Dan gaat het gewoon exponentieel gaat het gewoon moeilijker worden. Dus iedere kilometer is er gewoon eentje. En iedereen denkt, ja, dat is heel makkelijk door te gaan. Dat is gewoon niet zo. Ik ga hem nog een beetje oppoken om nog even iets harder te gaan. Normaal rijdt Kjeld op ongeveer een radius van 23 meter. Dus je wil een S-curve maken met je schaats. Omdat je nu harder gaat, moet die S eigenlijk veel flauwer worden. En er zit nu 31 meter in en nog Kjeld gaf aan dat het toch nog te rond is. Dat hij op het moment dat hij eventjes de druk opbouwt, dat hij enorm gaat sturen. En dan stuurt hij eigenlijk door de rijrichting heen. Dus we gaan hem toch nog even een paar meter vlakker maken. Ik werd vanmorgen wakker met het gevoel van wedstrijddag. Dus let's do it. Are you ready? Yes. Let's do this. Here we go in 3, 2, 1. Okay, let's go! Go, 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 yeah. Very good, very good. Very good, very good. He's really close, he's really good. He's good, he's good. Really good, yeah. Yeah, go. Go, he feels. Yeah, yeah, yeah. 50. Easy, 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 easy. 55. Go, 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 go. Now go! Can we go now? We go now! Now we go! Now we go! We keep going! 75! Door slash! Pull him away! Pull him away! Go! 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 It's your goal! As fast as you can go! You don't have to look at the hill anymore! Kjell's okay! Kjell's okay! Kjell's okay! You can go! You can go further! You can go faster!
pylon, hè. Tot aan de pylon. Kom op, kom op. You can go way faster. You can go way faster. Come on, John. Oké. Thomas. Extra geld. Done, geld. Done. Oh my god. I'm reading what he knows. Very good. Very good. Okay. How fast did I go? Okay, stop. We need to know, we need to know. Yes! 93! Oh, fuck, 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 fuck. Whoa! Snelste man op ijs ooit. En ik ben echt fucking trots op. In the end, both of them were like, go, 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 go. It was a lot of energy in the car all the time. I think we really got the maximum out of this hunt. Ongelooflijk trots op Kjeld. En Kjeld heeft het fantastisch gedaan door gewoon twee keer Olympisch kampioen te worden. Hij komt van het ijs af. En hij zegt tegen mij van, dit was maximaal, harder kan ik niet, dan is het goed. En dan is 93 km per uur echt heel erg hard. Mooi man, wat een gestoortje. Holy. Ik voel echt vol gas. Thanks, thanks, ja, ja. I went 100% from the start. But then overnight, I was shaking. Oh yeah. My god. Like, oh my god, it's the end, I have to stop. Als je dan voorbij dat scherm stapt om af te remmen, krijg je echt een gruwelijke klap wind. En steek maar eens met 93 je hoofd uit het raam. Dan voel je wel wat ik voelde. You did awesome. You really accelerated really, really fast. Good communication with Michaela. Yeah, I think the three of us, that was it. Yeah, that was it. This was a team effort. Yeah, seriously. You just could really concentrate on just keep skating. Skate as fast as you can. Mijn vader is hier ook. Dat betekent heel veel voor mij. Ik denk dat ik op één hand kan tellen hoe vaak ik quality time spendeer met mijn familie. En ja, om dan hem hierbij te hebben in deze locatie, dat vergeet ik nooit meer. Het is een heel druk seizoen geweest en ik ga nu lekker naar huis, lekker naar mijn meisje en mijn kindje en ik ga heerlijk op vakantie. My turn. I have one good turn here, so that's good. But I don't think we're gonna switch for test. No, let's keep it. Let's keep it like your thing. Yeah, okay, that's good. You can go way faster. Come on, John. Okay. Thomas. Extra kill. Done, kills. Done. Oh my god. I'm really Thank you.